Ja, Jozef Oosting, hier staat denk ik een teleurgestelde trainer, maar ook eentje die vooruitkijkt en hoopt. Ja, zeker. Maar ja, we zijn te wisselvallig. En de eerste helft vond ik dat het beide kanten op kon. Hè. We gaven ook veel kansen weg, we creëerden ook wat kansen. Maar ja, uiteindelijk komen er de eerste kansen bij ons. Voor mij loopt Rob iets verder van de goal af. Nou, die rond hem niet goed af. En daarna krijgen we ook wel een paar kansen. En komen we nog een keer goed weg met een bal op de paal. Ja, en uiteindelijk valt die goal in het midden van de eerste helft. Ja, en dat mag gewoon niet, want die bal valt tussen Koos, dacht ik, en Hamid op. En ik kop die bal binnen en dan staan we 1-0 achter. Maar ja, ik bedoel, ik heb vandaag een te wisselvallig HAC gezien. Is dat iets dat je ook ziet in de afgelopen wedstrijden? Nee, dat niet. De afgelopen wedstrijden was met name in de teamspirit en voor elkaar. En vandaag heb ik dat niet gezien. En hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Kijk, weet je, dus op het moment dat je. Dan zie je, als je kansen mist, dan zie je dat we dat het veld groot maken. Hè. We hebben wat jongens die willen vooruit, we hebben jongens achteruit. En dan vallen we in twee stukken. En dat was vandaag, met name de eerste helft was het geval, was het veld heel groot, zowel verdedigend, maar ook aanvallend. En dan schiet je wel een bal naar voren, maar dan staat daar Rob op een eiland. Ja, en na rust probeer je dan nog wel wat. En hebben we ook wissels gebracht, zeg maar, hè, met twee teams. Met twee nummer 10 hebben we erachter gespeeld met Boris en met Tom. Nou ja, en dan krijg je nog wel wat kansjes, maar het zat er gewoon niet in vandaag. En als je dan terugkijkt naar de afgelopen wedstrijden, je scoort wel 3 keer tegen Katwijk, maar die andere wedstrijden mis je ook best wel wat kansen, hier ook. Hoe komt dat? Nou, we net hebben aangegeven, gewoon te wisselvallig. Als je ziet dat wij gewoon wel de kansen krijgen, alleen de afronding is dan niet. Maar we geven ook daarentegen ook veel kansen weg en dat is natuurlijk niet goed. Ja, die wissel of de schorsing van Manuhutu en de blessure van Kobus, in hoeverre hebben die meegespeeld? Ja, die spelen natuurlijk mee, zo simpel is het. Hè. Je moet dan uiteindelijk wat omzettingen doen en dat is jammer. En dat zie je uiteindelijk dan ook wel in de wedstrijd, maar het heeft er geen moment in gezeten. En wat ga je nu in de komende week doen om die wisselvalligheid er een beetje uit te halen? Gewoon doorgaan op de manier zoals we werken en volharden in zoals wij graag willen voetballen. Zowel aanvallen, maar ook verdedigen. En daar gaan we gewoon mee door.